elke jongere kan er al deelnemen. Er worden ook beurzen uitgeloofd om voor de nieuwsgierigen te kunnen deelnemen. Dat gaat vooral naar de kansarme jongeren. Dus we proberen zoveel mogelijk jeugd aan te trekken uit alle regio's en niveaus van de maatschappij. Ja, je zegt dat die geen ervaring moet hebben, dat die dus echt alles aan boord leert. Aldoende leert men bij ons. Dus, je hebt een ervaren bemanning mee. En die brengen de jeugd bij. Hè. Je loopt een wachtsysteem, dus wij varen dag en nacht. Wij gaan door, hè, totdat we er zijn, tot aan de finishlijn. En tijdens dat wachtsysteem leren we de jongeren hoe dat ze een positie moeten bepalen op kaart, zowel dag als nacht. Uitkijk houden wat belangrijk is. We leren ze waar het nodig ligt, om het kort te zeggen. Maar je moet toch wel een beetje zeemansbenen hebben, want dat is... Ja, dat, je mag ze wel rekenen. 1/3 wordt zie je zeker. Maar we hebben er medicatie voor. Dus in heel mijn carrière, ik heb al meer dan 30 Talship races achter de rug. Ik heb er 2 geweten die er niet echt doorkomen. Dus, maar de rest komt er allemaal wel door. Uiteindelijk komen die er wel door. Ik kan aannemen dat dat ook wel spectaculaire beelden oplevert. Dat je bijvoorbeeld dolfijnen ziet. Ja. En nu zeker het jaar dat we komen, volgende wedstrijd. Hè. We zitten diep in de Noordzee, je kunt de walvis tegenkomen. Dolfijnen sowieso. Ja, van Gent, noem maar op. De Fanne en Flora is enorm. Dat is echt mooi. Echt mooi. Hè. Dan zeker de kusten van Noorwegen, de Shetlands, is mooi. Echt mooi. Ja. Maar vertel eens, hoe is die beleving om dat mee te doen, die Talships Race? Voor jongeren is het een life-changing experience, noemen we dat. De Engelsen noemen dat zo. En dat is inderdaad ook zo. Hè. Die jonge mensen die komen in contact met andere jongeren uit andere continenten, uit andere landen. Die levensstijl op boord, bekender helpen, altijd in beperkte ruimen, kleinere privacy, ja, je helpt bekender in door goede en kwade dagen een beetje. Het komt ook ten goede van het karakter. Ze komen hun eigen wel eens tegen, sommige jongeren, die komen hun eigen tegen en zeggen oei, onder de vleugels weg van de ouders en nu is het om mijn eigen. Hè. Dus ik ben nu een mama en een papa niet, ik ben een schipper. Hè. Dus ik zal ze wel helpen waar nodig, maar ik kan die niet hun poep afkuisen dat ze van het toilet komen. Hè. Dat doe ik niet. Hè.